Dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een nieuwe Fortnite update video. Allereerst smash natuurlijk eventjes op dat duimpje omhoog. Daarmee support je namelijk heel erg. Abonneren kan natuurlijk ook hier beneden. En jullie zien het, de item shop van vandaag met super veel items. Rechts onderin kun je natuurlijk overwegen om de code te veel gevraagd in te vullen. En wie dat ook heeft gedaan is Tijmen Kleedman. Ik heb deze emote gekocht met jullie, zak jullie zijn bazen. Mag ik in de video? Nou Tijmen, zeker weten, je zit in de video. En natuurlijk ook heel erg bedankt dat je ons support. Een dikke S aan jou. We gaan denk ik snel starten. Ik heb vandaag namelijk best wel interessant nieuws. Niet al te veel, maar... De pump komt terug. We gaan snel starten. Oké, laten we eerst eventjes kijken hoe ver we zitten in Season 3. Daarna kijken we of de pump echt terug gaat komen. We zitten op dit moment op bijna 78%. Wat betekent nog 23 dagen. En dan komen we al aan in het nieuwe Fortnite seizoen. Dus nog 3 weekjes en 2 dagen. Dus nog eventjes geduld. We gaan door naar het volgende topic. Ja, laten we het dan maar eventjes gaan hebben over de pump. Of nou ja, eerst eventjes de announcement van Arena. Late Game Arena moet ik zeggen. Namelijk op 30 augustus komt het terug. Dat heb ik natuurlijk al behandeld. Maar we hebben ook een tijd. Tip, namelijk op 8 AM ET. Ik weet niet eens hoe laat het is. Google ik letterlijk nu. En dat is om 2 uur in de middag. Oké, dus dan weten jullie dat. Dan is de release van Late Game Arena. Maar ze zeggen erbij: What a legendary reaction. We are so pumped to see you drop in. Dus ja, ze noemen het letterlijk al, hè, als een soort van teaser. Pumped. Namelijk de pump komt terug. Ja, dat is waarschijnlijk wel wat er gaat gebeuren. Dus ik denk dat best wel veel mensen hier hype voor zijn. Want de pump, ja, echt een item wat eigenlijk iedereen graag terugziet in de game. Alle andere shotguns zijn op dit moment gewoon een beetje matig, weet je wel. Dus de pump, ja, die kan alles goed maken. Maar ja, moet er natuurlijk nog wel gebeuren. Maar ja, grote kans dat het dus inderdaad gebeurt op 30 augustus, 2 uur in de middag. We gaan door naar het volgende topic. Ja, dit gaat eventjes over een nieuwe lijst met Surfy skins. Jullie zien ze hier. Jullie zien mijn cam niet meer, anders kun je er een paar niet zien. Maar jullie zien hier alle Surfy skins langskomen. En dit zijn dus skins waarvan Epic Games gaat vragen aan de community van: hey, vind jij dit een mooie skin, ja of nee? En dan kun je stemmen. Niet iedereen kan stemmen, ze doen dat bij een aantal mensen. En dan kunnen ze kijken van: oké, welke skin gaan we daadwerkelijk echt maken in de game? Dus helemaal 3D. En ja, die gaan ze dan verkopen in een item shop of in een soort van pack of weet ik veel wat. Dus zeker weten, leuke skins zitten erbij. Ook een paar hele aparte als je naar mij vraagt. Maar we gaan op zien welke uiteindelijk gereleased gaan worden. Maar dit kan echt nog maanden, misschien wel jaren duren voordat er een aantal van deze worden gereleased. En we gaan door naar het volgende topic. Ja, dit gaat eventjes over week 12 van de challenges. Ja, jullie zien hier een cheat sheet. Trouwens, dit is week 11, of niet? Is het week 11 of 12? Nou, in ieder geval, jullie zien het. Dus zeker weten, handig. We gaan door naar het volgende topic. Ja, en dit is ook gelijk het laatste topic. Dit is eventjes een filmpje van iemand die zo hard outplayed wordt. Dat wil je niet missen. Daar gaan we zo meteen naar kijken. Druk er nog eventjes op het duimpje omhoog. Duimpje sportje namelijk heel erg. Abonneren kan niet beneden. Zak te veel vraagt. Dan gaan we nu kijken naar deze clip.